4 gezonde manieren om te genieten van avocado's. Wij zijn allemaal dol op avocado. Daarom hebben we het op ons blog ook super vaak over de geweldige voordelen die ze bieden. Het heerlijke groene vruchtvlees is een ware schat aan vitamines en niet te vergeten bevatten ze enkelvoudig onverzadigde vetzuren, die geweldig zijn voor de gezondheid van het hart en om het gehalte slecht cholesterol te verlagen. Ook interessant is dat veel deskundigen avocado's ook wel groene boter noemen. Hiermee willen ze zeggen dat avocado's rijk zijn aan gezonde vetten, waardoor ze wanneer je ze op de juiste manier eet een ideale toevoeging kunnen zijn aan je dieet wanneer je probeert af te vallen. Weet je echter op welk tijdstip van de dag je het beste avocado kunt eten? Tijdens het ontbijt of tijdens het avondeten? In dit artikel willen we daarom 4 manieren delen om avocado's te bereiden voor bij je maaltijd. Je zult ze vast en zeker heel nuttig vinden. Ben je er klaar voor om 4 manieren waarop je kunt genieten van avocado te ontdekken? Avocado banana smoothie. Ingrediënten. 1 kleine avocado, 1 banaan, 1 kop havermelk, 1 theelepel honing. Instructies. Deze smoothie is ideaal om je dag met zoveel mogelijk energie te beginnen. Een natuurlijke cocktail vol vitamines en mineralen die ervoor zal zorgen dat je tot de lunch verzadigd bent. Daarnaast is het helemaal niet moeilijk om te maken. Er zijn maar 5 minuutjes voor nodig. Allereerst begin je door je kleine avocado voor te bereiden. Dit doe je door de avocado te pellen en deze vervolgens met een vork fijn te prakken totdat je een pasta krijgt. Schil vervolgens de banaan en doe beide vruchten samen in de blender. Voeg dan ook de kop havermelk toe om de drank een heerlijke smaak te geven. Mix alle ingrediënten grondig met elkaar tot je een homogeen mengsel hebt dat geen klontjes bevat. Voeg als laatste nog even de theelepel honing toe om je smoothie een rijke textuur en smaak te geven. Heerlijk! Avocado gewikkeld in spek. Ingrediënten. Een halve avocado, het sap van een halve citroen, 1 theelepel peper, 3 reepjes spek. Instructies. We maken echt geen grap wanneer we zeggen dat dit avocado recept heerlijk, gezond en voedzaam is. Avocado bereid op deze manier gaat geweldig samen met een vlug avondmaal, zoals bijvoorbeeld groentesoep. Je kunt het bijgerecht in slechts enkele minuten bereiden en we zijn er zeker van dat het snel een van je favoriete gerechtjes zal worden. Om de hoeveelheid calorieën beperkt te houden, kun je een halve avocado thee gebruiken. Dit is precies de juiste hoeveelheid om te combineren met het spek om de perfecte hoeveelheid proteïnen en calorieën binnen te krijgen. Begin door de halve avocado in 3 langwerpige reepjes te snijden. De volgende stap? Het is zeer simpel. Doe de reepjes avocado in een kom en sprenkel er wat citroensap overheen om de avocado hierin te laten marineren. Doe er dan wat peper overheen om het gerecht een intensere smaak te geven. Als laatste wikkel je elke reepje avocado in een reepje spek. Kun je de smaak voorstellen? Het is werkelijk sensationeel. Sandwich van avocado en aardbei.
Ingrediënten: 2 sneetjes roggenbrood, 1 halve avocado, 6 aardbeien. Instructies: dit recept is geweldig voor een snel, simpel en heerlijk ontbijt dat ideaal is om je dag met meer energie te beginnen. Het eerste wat je doet is je sneetjes brood roosteren. Dit zal een aangename knapperige structuur aan je gerecht geven, dat goed samengaat met de zachte avocado. Vervolgens prak je met een vork de avocado fijn, zodat je de pasta over je geroosterde broodje kunt smeren. Makkelijker kan het niet. Dan was je de aardbeien goed en snijd je ze doormidden. Zodra je sneetjes brood heerlijk goudbruin geroosterd zijn, smeer je er wat avocadopasta op en leg je hier vervolgens de halve aardbeidjes op. Klaar om het uit te proberen? Kun je de smaak van deze geweldige combinatie voorstellen? Wacht niet te lang om het eens te proberen. Avocado met bruine rijst. Ingrediënten voor 2 porties: 1 avocado, 1/2 kop bruine rijst, 2 koppen water, het sap van een halve citroen, 2 theelepels sojasaus, 1 klein blikje tonijn, 1 klein beetje witte peper. Instructies: de recept is ideaal voor een licht avondmaal, vooral wanneer je het combineert met bijvoorbeeld een bordje soep. Met deze ingrediënten kun je 2 porties maken, waarbij beide personen kunnen genieten van een halve avocado. Dit recept heeft een Oosterse stijl en een uiterst originele smaak, die je smaakpapillen vast en zeker zal prikkelen. Probeer het gerecht te maken voor een speciale gelegenheid. Het eerste wat je doet is de rijst koken in 2 koppen water. Terwijl de rijst staat te koken, kun je de avocado voorbereiden. Doe dit door de avocado in grote stukken te snijden en te besprenkelen met wat citroensap. Zodra de rijst gekookt is, verdeel je het over 2 kommetjes of bordjes en breng je het op smaak met de sojasaus. Laat het vocht uit de tonijn lekken en verdeel ook deze over de 2 kommetjes of bordjes en meng de rijst en tonijn goed door elkaar. Verdeel vervolgens ook de avocado over de 2 gerechten en breng op smaak met een beetje peper. En voilà, een origineel en gezond gerecht dat ideaal is voor een lichte avondmaal, waar je vast en zeker dol op zult zijn.